Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over het derde seizoen van Pennyworth, The Origins of Batman's Butler. Ja, die subtitel is er dus pas bijgekomen bij dit derde seizoen en de meningen daarover waren enigszins verdeeld. Ik snap het aan de ene kant wel, omdat Batman in de titel zette, dat zorgt er wel gelijk voor dat mensen wat meer snappen wat deze serie is. Maar aan de andere kant is het hele punt van deze serie natuurlijk dat je van Alfred de Butler een personage gaat maken wat gewoon stoer en cool genoeg is om zijn eigen serie te dragen. Die dus niet per se Batman nodig heeft. Gewoon Pennyworth is een sterke mannelijke titel. En nu maak je dus van Alfred een beetje in plaats van een badass geheime internationale spion toch weer gewoon Batman's butler. Ondanks dat hij dat dus nog niet eens is in de serie. Maar ja, ik heb de eerste twee seizoenen van deze serie dus ook al eerder besproken op dit kanaal. En ik was toen best wel onder de indruk. Omdat ze gewoon een hele toffe spionnenserie gemaakt hebben. En ze leunen dus heel weinig op het feit dat dit een Batman serie is. En dat het zich afspeelt in het DC universum. Het blijft gewoon meer gericht op Alfred en zijn verhaal. Natuurlijk hadden we dan in het vorige seizoen wel de introductie van Thomas en Martha Wayne en aan het einde dus de plot twist dat ze nu een dochter hebben in plaats van dus Bruce. Het lijkt er dus met dit seizoen op alsof ze nog wat meer clichés van de origin van Batman hebben omgegooid en ik vraag me dus ook af tot in hoeverre ze wel gewoon doorgaan met een traditioneel Batman verhaal. En sowieso ben ik dus bang dat deze serie nu ook gecanceld gaat worden aangezien James Gunn dus DC heeft overgenomen. En grotendeels opnieuw wil beginnen. Terwijl deze serie lijkt zich dus gewoon af te spelen in een eigen universum. Stiekem hoop ik dat er nog wel plek is voor Pennyworth seizoen 4. Maar ik vrees het ergste. Dus ik ben bang dat we het hier gewoon bij moeten laten. Maar ja, ik moet wel zeggen, Thomas en Martha Wayne zijn wel twee van de sterkste personages in de serie. En in het derde seizoen vond ik hun verhaallijn dus misschien ook wel het meest interessante. Alfred heeft op zich ook wel een mooie arc tijdens dit seizoen. Omdat hij wat meer volwassen moet worden. En toch wat meer verantwoordelijkheid gaat aannemen. Ook gewoon als een familieman zijnde. Maar in het vorige seizoen had je bijvoorbeeld Captain Blighty. En dat was eigenlijk de enige echt superpowered soldaat. Die was dus een soort experiment met een metalen panzer aan. En hij had ook nog wel elektriciteitskrachten. Maar in dit seizoen heb je dus blijkbaar meerdere van dat soort soldaten waarop geëxperimenteerd is. En komt er dus wel iets meer van superkrachten en zo bij kijken. En op momenten dat er dus heel veel actie was met die superkrachten en zo, moet ik wel zeggen dat het er een beetje crappy uitzag. Het deed me een klein beetje denken aan de Arrowverse. Terwijl normaal gesproken voelde Pennyworth gewoon wat meer volwassen, wat serieuzer en wat realistischer en zo. Terwijl nu met al die krachten erbij werd het een beetje cheesy. Maar ik moet wel zeggen dat ze grotendeels die krachten toch wel betrokken hebben bij een wat meer traditioneel spionnenverhaal. Het voelde nog steeds wel consistent met die eerste twee seizoenen. Want Elfie zit dus achter een soort van conspiracy aan met een slechterik met een V4 Vendetta masker op ook. En die heeft een soort drugs waarmee die mensen gek kan laten worden als die een bepaald liedje afspeelt. En dat is weer verbonden met een hippie cult en zo. Dus Elfie heeft wel het een en ander op te lossen. Maar het voelt soms een beetje gefragmenteerd binnen dit seizoen. Want hij heeft ook gewoon een paar zijmissies nog. Ja, Lucius Fox heeft ook een grotere rol tijdens dit seizoen. Die is ook bezig met zijn eigen investigation. En Martha Wayne is natuurlijk ook een spion. Dus die werkt ook veel samen met Lucius. Maar ik zal niet te veel weggeven over wat er precies gebeurt met Thomas en Martha Wayne. Maar er is dus wel het een en ander aan conflict nog tussen hun twee. En dat vond ik dus misschien wel het interessantste op dramagebied dit seizoen. Maar wat dus opvallend was in dit seizoen ook, is dat je op een gegeven moment een scène krijgt in de beruchte Crime Alley. En die wordt dus ook weer op zijn kop gedraaid. Dus ik vraag me af tot in hoeverre dat uiteindelijk nog hetzelfde resultaat gaat hebben. Het zou dus heel goed kunnen dat in deze versie van Gotham, in deze versie van hun DC Universe, dat Martha en Thomas Wayne gewoon niet worden neergeschoten daar zo. Maar het is ook nog niet alsof ze nu zwanger zijn met een tweede kind of zo. Dus Bruce Wayne en Batman zitten nog helemaal niet in de picture. Dus het voelt ook wel een beetje vroeg om die titel van The Origins of Batman Butler nu al toe te voegen. Maar gelukkig is Samantha Wayne, die dus de oudere zus is van Bruce binnen dit universum, wel heel erg schattig als klein meisje tot nu toe. Ze hebben wel gewoon een goede jonge actrice daarvoor gevonden. Maar ja, het zou natuurlijk ook goed kunnen dat Samantha Wayne uiteindelijk de bad person wordt in dit universum. Alleen dan is het een beetje weird dat het nog wel dus de origin of Batman's butler is. Of misschien wordt Samantha uiteindelijk transgender en dan verandert ze in Bruce. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat zou wel een hele nieuwe woke spin op dit universum zijn. Maar ja, ik heb ook het gevoel dat het vorige seizoen wat meer eindigde met een cliffhanger, terwijl hier wordt het wat meer open achtergelaten en kan je dus eventueel wel doorgaan, maar als we het hierbij laten, denk ik wel dat we er vrede mee kunnen hebben. Ik denk dus ook wel dat dit toch het zwakste seizoen van Pennyworth tot nu toe was, ondanks dat ik er wel gewoon weer van heb genoten. Het was wel een makkelijke binge. En hij is nu dus te streamen op HBO Max, wat ook wel fijn is, aangezien het oorspronkelijk volgens mij een serie was van Stars of zo, echt zo'n netwerk wat niemand heeft. Dus ja, als het bizarre concept van een serie over Alfred je wat
lijkt, dan ga je waarschijnlijk wel zien dat deze serie je verwachtingen gaat overtreffen. Maar als je zoiets hebt van dit is een beetje te ver gezocht, snap ik het ergens ook wel. Maar ik hoop stiekem dus wel dat er ruimte is voor een vierde seizoen van Pennyworth. Want ik vind het nog steeds wel gewoon een goede serie. Maar laat me weten wat jij van Pennyworth vindt als je het ook gekeken hebt. Of anders of je interesse hebt in deze serie. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.